dit? Of, oh, hoe vind je dit? Echt iets voor mij. Geweldig. Goeie keuze, Dahlia. Ga je mee? Al jouw ontwerpen zijn mooi, Jess. Zijn niet van mij. Ik kopieer ze van een site met heel veel hoevecures. Zelf heb ik nog nooit zoiets spannends ontworpen. Wow, hey, die hoeven zijn supercool. Mag ik ze op Ponygram zetten? Oh. Een swingende hoevecure. Het is muziekavond in het Kristallen Theehuis. Dus heb je iets muzikaals? Iets muziekerigs, hè? Eens zien wat ik heb. Niet echt. Blanco is niet zo mijn kleur. Uh-oh. Nee, even hoor. Nee, niet één meer. Ik denk dat ik alles gebruikt heb. Geef niks, hoor. Doe maar hetzelfde als Rufus heeft. Dan zijn we hoefmaatjes. Dacht het niet, Izzy. Geen pony met enige stijl wil eruit zien als een ander. Rufus heeft gelijk. Zonder ontwerpen komt niemand meer naar de manenmelodie voor een hoefecure. Ach, komt wel goed, Jess. Verzin gewoon wat nieuwe. Dat is het nou net. Ik weet niet hoe. Ik heb ze altijd gekopieerd. En nu zijn ze op. Wat moet ik nu doen? Jess, kom maar mee. Ik weet precies wat jij nodig hebt. Jess Hooves, jij hebt een date met je levenslot. Levenslot? Hou je vast, want je gaat zo helemaal uit je bol. Ja! Je al die artistieke, creatieve vibraties door je heen stromen? Oh nee, ze speelt de verkeerde noten. Wacht maar eens, wacht maar eens. Echt super. Ze doen hun eigen ding. Wow, dit is geweldig. Ja, dat is nou echt creatieve inspiratie. Soms moet je alle regels overboord gooien en iets nieuws creëren. Zie je? Jij voelt het dus ook. En als je nu iets gaat ontwerpen, dan stop je dit gevoel erin. Wow! Misschien kan ik nu echt mijn eigen ontwerpen gaan creëren. Natuurlijk kan je dat. En ik ken ook nog wat proefponies om op te oefenen. Daar gaat-ie. Hou je niet in. Volg gewoon je hart. Bevrijd de kunstenaar in jou. Ga voor iets nieuws, waag een gok en geloof het. Dan staat jouw ster al van ver. Roze bessen is echt mijn lievelingskleur. Oh, wauw. Stoer en dandy. Deze exclusieve hoefvideo zal vast viraal gaan. Bedankt, Izzy. Zonder jouw hulp was ik nooit zo dapper geweest om zelf iets te creëren. Nou, zo te zien kan jij al die inspiratie nu goed gebruiken. Mag ik misschien een hoefje kleuren? Ik wil graag iets met mijn regenboogkleur. Dat ik er lekker uit. Wat een heftige hoeve is hij. Mag ik hetzelfde ontwerp als zij, Jazz? Fantamidabel. Eindelijk een hoefmaatje. Dacht het niet, Rufus? Hier krijgt iedereen een eigen uniek ontwerp. Ga je mee? Oh. Het is het wachten waard. Dat beloof ik.